Wat zegt u als ik zeg zo is het Oost? Dan zeg ik het masterplan. Welkom bij de opening van de Week van Zuidoost. Inspiratie is vermogen om te verbinden. Waarom bent u hier? Ik ben uitgenodigd door iemand van het Maasplan. Ja, om te horen van waar staan ze nu, wat gaan ze doen. Ik ben hier eigenlijk om te netwerken, nieuwe ideeën op te doen. Om dus bijvoorbeeld ook een robot daar neer te kunnen zetten en kilo's beton voor bepaalde structuren. Maar ik heb ook een mentor gehad die mij hiermee heeft geholpen. Wat is jouw takeaway van deze avond? Dat je niet moet laten begrenzen. Maak jezelf zichtbaar. Dat community en samenwerking een van de meest belangrijke dingen is. Veerkracht, dat het belangrijkste is. En nu behaal ik eindelijk de doelen die ik eigenlijk in 2012 wilde behalen. Dit inspireert me enorm. Ik ben net terug in de ruimte. Want als we weten wie we zijn, als we elkaar respecteren, dan zullen we elkaar misschien beter begrijpen. Om te zien wat de veerkracht is en om te zien wat onze jongeren nu doen, only respect. Het masterplan bestaat nu 3 jaar, dus dit was de 3e editie van de Week van Zuidoost. Ook waren de activiteiten voor kinderen. Vandaag staan we in Zandkasteel. Waar de kinderen van de basisschool Samenspel kennis maken met ondernemerschap. Kom, we gaan even kijken. Wie heeft dat project opgezet, met welk doel en waarom in Zuidoost? De ondernemers die we vandaag hebben uitgenodigd samen met Yink spelen ook de hoofdrol in hun eigen ondernemersverhaal. En op die manier zijn ze ook een rolmodel voor de jongeren die ze vandaag op een bliksemstage iets proberen te leren wat ondernemerschap is. Dus we kunnen maximaal 10 activiteiten geven. Ja? Waarom vind jij het zo belangrijk om aan dit project mee te doen? We zijn gewoon begaan inderdaad met Zuidoost en we waarderen inderdaad gewoon dat de jongeren hun nieuwsgierigheid willen gaan uiten. Als je ergens talent voor hebt, dan is het vaak belangrijk dat je een stukje ondernemerschap hebt om daarin verder te komen. Aan de hand van kleine voorbeelden en vragen, eigenlijk de kinderen hetzelfde laten ontdekken. Wat heb je vandaag geleerd dan? Ik heb geleerd hoe je met andere mensen kan discussiëren en communiceren. Meer over jezelf praten en niet dingen laten zien dat iets van jou is. De community, daar draait het hele masterplan eigenlijk om. Hey, we zijn bij de conferentie van Masterplan Zo Zuidoost. Tijdens de Week van Zuidoost. En we gaan nu voor jullie kijken wat we zo gaan bespreken. 3 woorden komen bij mij gelijk naar boven. Luisteren, verbinden en doen. Wat is jouw grootste takeaway tot nu toe van de conferentie? Ik denk wel hoe belangrijk het blijft om lef te hebben. Om je de toekomst die je graag wil zien te blijven verbeelden. De boodschap aan de community is: verberg jezelf niet. Je hebt veel waarde. Tot nu toe is eigenlijk dat we een beetje als community wel op één lijn zitten. Iedereen wil een community. Dus ik ga blijven, sturen. Ik denk dat het belangrijkste is om van elkaar te leren en elkaar te luisteren. En hoe we daarin gegroeid zijn, daar ben ik enorm trots op. Wat vond u van de conferentie en waarom vindt u belangrijk dat de conferentie er was? Ik vond het een ontzettend mooie conferentie. En ik vond het heel belangrijk om te zijn, omdat ik het belangrijk vind dat we elkaar allemaal kennen in Zuidoost. On Track is het event voor bewoners die nog zoekende zijn naar wat ze willen doen. We zijn vandaag bij On Track, onderdeel van Masterplan Zuidoost, van Week van Zuidoost. En we verbinden hier vanuit kracht. Dus er zijn hier allerlei ondernemingen, onder andere uit Zuidoost. Foodondernemers, DJ's, sport. En we zijn hier om eigenlijk dat gedeelte te verbinden aan werk, opleidingen. Een heel ander leven voor jezelf kan je hier zo regelen en ze bieden het allemaal aan. Ik ben mensen aan het werven voor de Johan Cruijff Arena in de Ziggo Dome. In principe dat gebeurt via de WOAP, werk op de Arena Boulevard. We zijn het jongerenpunt en we helpen jongeren. Als ze schulden hebben of je wil weer naar school of je bent op zoek naar werk. Kijk even op de sites van de NATA, DHL en Bos Logistics voor eventueel mooie vacatures in de logistiek. Ik ging gewoon even rondlopen met mijn zusje en die was geïnteresseerd. Zoek je ook naar werk? Ik wil gewoon de kinderen laten zien dat het niet erg is om te werken ofzo. Er waren wel 89 activiteiten in de Week van Zuidoost. Wat is de week voorbij gevlogen, zeg? Wij zijn bij de afsluiting van de Week van Zuidoost. Wat zeg u als ik zeg zo is Zuidoost? Dan zeg ik het masterplan. Alle doelgroepen en iedereen wordt erbij betrokken. Wat kunnen we doen om te zorgen dat we echt die lotsverbetering van de bewoners van Zuidoost waar kunnen maken? Want dat is wat we willen. Wat zegt u als ik zeg zo is Zuidoost? Exceptioneel. Je hebt hier alles. Je kan gewoon jezelf zijn en het is heel gezellig.
jong en oud talent, we are on the move. Elke dag is toch de week van Zuidoost. Zo is Zuidoost is magisch. Zuidoost is mooi, kleurrijk. Lieve mensen. Leuk dat je keek naar Zo is Zuidoost Updates. Hou onze socials in de gaten, want dan blijf je up-to-date.